ben Kelvin McIntosh, verdediger van Almere City. We spelen tegen de Graafschap aankomende vrijdag en wij gaan winnen met 2-1. Mijn naam is Ron van der Veen, ben 56 jaar, woon in Almere en ben sinds ongeveer 10 jaar supporter van Almere City FC. Ik ben Tom Overtoom, aanvoerder van Almere City. En samen met mijn collega's binnen de club actief om via Almere en de City zoveel mogelijk jongeren te inspireren. Ja, nee, het is heel leuk om bij Almere te voetballen. Het is een club met ambitie. Het personeel, iedereen kent elkaar, dus dat maakt het zo leuk. Dit seizoen hoop ik dat we een periode kunnen halen. Daar zijn we goed op weg. Ik denk wel dat het goed gaat komen. Ik verwacht een hele spannende wedstrijd tegen de Superboeren. En ja, we hebben natuurlijk ook wel wat goed te maken tegen de Graafschap gezien de laatste ontmoetingen. We gaan toch voor de 3 punten. Ik pas beter in de Jupiler League dan in Engeland. Ja, in Nederland zit er meer voetbal in. Zeg maar in Engeland was het toch meer de lange bal. Je woont in Almere, je bent trots op Almere. Nou, daar hoort City natuurlijk bij. Je komt hier natuurlijk heel veel bekenden tegen. Die je ook in het dagelijks leven en met je werk ziet. Dus ja, het is eigenlijk een soort familieclubje waar je hier zit, met alle respect. En ja, het is gewoon de gezelligheid en de toegankelijkheid en de sfeer. En ja, dat is het eigenlijk. Het is echt een avondje uit voor de supporter. Kelvin, hey. Goeiedag. Goeiedag. Ik vind je een hele goede speler. Met een geweldige traptechniek. Ja. Maar ik heb een leuke uitdaging voor je. Ik denk dat jij niet in 3 keer de bal op mijn vaste plek kan krijgen in mijn handen. Als ik win, krijg ik je shirt. Ja. Als jij wint, mag jij zeggen wat ik voor jou moet doen de komende wedstrijd. Is goed. Ja? Doe maar. Is goed. Dit is het onderdeel binnen Almere in the City Playing for Success. Waarbij verschillende kinderen hier komen, buiten hun school. Goed zo. Om een zelfvertrouwen boost te krijgen. Hier gaan ze op een eigen manier gaan ze leren door middel van voetbalgerelateerde dingen. Moet je denken aan als je dingen gaat berekenen, bijvoorbeeld aan de hand van een doelsaldo. Dus dan moet je van 8,7 moet je ook het dubbele doen. Als je oppervlakte gaat berekenen aan de hand van een voetbalveld. Nou, challenge gewonnen. Ik denk dat ik trots mag zijn op het shirt die ik ga krijgen. Ja, ik heb verloren. Heb je eerlijk verdiend. Helemaal goed. Het is me niet gelukt. Dit is de trainingsshirt. Hij staat heel dicht in de buurt. Met mijn initialen. Kijk, helemaal goed. Vet. Dankjewel, man. Ja. Top. Kom naar Almere City tegen de Graafschap en profiteer van 50% VI-korting. Ga nu naar jupiler.nl/spotlight. Ja!